Wereldwijd wordt op 10 september Wereldsuïcidepreventiedag herdacht. Op deze dag wordt stilgestaan bij het complexe suïcidevraagstuk dat ook actueel is in Suriname. Wereldwijd sterven per jaar rond de 800.000 mensen aan suïcide, terwijl in Suriname gemiddeld 130 mensen het leven laten als gevolg van suïcide. Het is vandaag Wereldsuïcidepreventiedag. Het is voor Suriname ontzettend belangrijk, omdat wij een hele hoge cijfer hebben of prevalentie van suïcide. Dus vandaar dat het ontzettend belangrijk is. Wereldwijd staat Suriname op de 6e plaats, dus dat is best wel hoog qua suïcide. Dus voor ons is het wel heel erg belangrijk om op deze dag stil te blijven staan wat voor effecten suïcide heeft op, of sowieso invloed heeft op de samenleving. Dus voor ons is het wel belangrijk om erover na te denken. Wat er concreet moet gebeuren is dat alle actoren bij elkaar komen om een goed plan te maken met betrekking tot de preventie van suïcide. Het thema is samenwerken om ervoor te zorgen dat suïcide voorkomen wordt. Vooral goed op elkaar letten, dat kan niet te moeilijk maken. Letten op signalen en wat kan dus maken dat iemand over zou gaan op suïcide. Dus ik denk dat onze rol zal moeten zijn, goed voor elkaar zorgen en ook aan de bel trekken. En aan de bel trekken betekent dat je op tijd hulp zoekt, als individu dan. Heb je dan suïcide gedachtes, zoek hulp, bespreek het met mensen in je omgeving, dat is misschien veiliger. En als dat toch onveilig is, zou je altijd nog naar de huisarts kunnen gaan, die je dan door zou kunnen verwijzen naar PCS, waar wij dus gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met suïcidale gedachtes. Daarnaast kan het ook best wel zijn dat je niet in je eigen omgeving die hulp kan zoeken of het niet bespreekbaar kan maken. Want wat je vaak ziet is dat men zich ook schaamt om de gedachten van suïcide. Dus in dat geval zou je ook naar de 114-lijn kunnen bellen. Het is een anonieme lijn. 114 is een crisishulplijn van PCS en bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 3. En daarnaast is er ook nog een website ehealth.sr. De factoren die kunnen leiden tot suïcide, denk ik, dat u dat bedoelt. Factoren die kunnen leiden zijn, of die suïcidale gedachten kunnen triggeren, zijn die lichamelijke klachten. Mensen die langdurig ziek zijn, veel pijn hebben, kunnen best wel een balans gaan opmaken van hun leven en denken van wat is het leven nu nog waard en overgaan tot suïcide. Ook geestelijke problemen, psychische problemen dan. Denk dan aan een depressie of angststoornissen of schizofrenie. Daarnaast kun je ook wel denken aan economische factoren. Stel je hebt je baan verloren, financiële problemen. Kunnen ook wel maken dat men zo wanhopig wordt en denkt dat suïcide de enige oplossing is. Als je thuis zit en je hebt suïcidale gedachtes, bel met 114 van het PCS, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, 7 tot 3. Of stap naar je huisarts. En daarnaast hebben we ook nog ehealth.sr.